Hallo allemaal. Vandaag, bijna 90 jaar geleden, werd de vijfde Elfstedentocht gereden. Ik denk, nou, dat is een mooi iets om een keer een schaats te tekenen. Tekenen jullie weer mee? Ja, een schaats. Hoe ziet een schaats eruit? Je hebt verschillende soorten schaatsen natuurlijk. Laten we gewoon eens beginnen met een schaats. Dit moet natuurlijk wel recht lopen. Maar goed. Een ijshockeyschaats. Die inhammen zo nog in. Zo. Er zit daar een soort skischoen op natuurlijk. Zo. En even kijken hoor. Die zitten vaak dan met van die sluitclips. Zo. Maak er gewoon even iets moois van. Zo. Nou, dat is een mooie ijshockeyschaats zo. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere schaatsen. Kunstijsschaatsen. Je hebt een klapschaats. Nou, een ijshockeyschaats dan even zo snel. Ja, je zit hier natuurlijk ook die tong nog in. Goed, een ijshockeyschaats. Kunstschaats, die zullen we even hierachter tekenen. Die is wat eleganter. Eigenlijk een voet met een hak. Zo. Zo. Dan lopen hier gewoon de veters, zo. Zwarte zool. Zo. Nou, dan hebben we eigenlijk alleen nog maar de schoen. Nou, daar moet natuurlijk ook een schaats onder. Zo. Ja, dat is een kunstschaats. We hebben natuurlijk ook nog de klapschaats. Hoe ziet de klapschaats er dan uit? Ja, laten we die hier tekenen. Het is ook weer gewoon een voet natuurlijk. Zo. Er zit hier wel een hakje zo, maar dat kan los. Hier zit hij dan vast met een scharnier. Dan heb je hier aan, zeg maar, zo een schaats zitten. Met het ijzer. Zo. Dus die kan los, zeg maar. En dan klikt die, die kan daarin klikken. En dan... hebben we een klapschaats, zeg maar. Nou, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag nog met een schaats tekenen. Je kan natuurlijk ook nog zoals je vroeger had, gewoon zo'n plankje dat je onder je schoenen bindt. Met twee ijzertjes eronder. Zoals elk kind eigenlijk is begonnen met schaatsen, zou ik nog kunnen tekenen. Ik hoop dat we van het jaar nog kunnen schaatsen.
Ik denk het bijna niet. Ik denk dat het echt volgend jaar gaat worden. Maar ja, we zien het wel. Het weer kan je namelijk niet echt voorspellen. Maar het is voor mij erg lang geleden dat ik nog heb geschaatst. En ja, ik hoop dat binnenkort toch wel weer eens een keer echt te kunnen gaan doen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.